We beuken regelmatig tegen mijn Hoppatee. hey, kijkers van mijn kanaal. Dit dus is Leuk dat jullie kijken naar de carrière mode deel 2. Het wordt tijd dat wij met onze mooie lelijke stad, Ding dorp verder gaan. Of wel beter bekend als ackrington. Yes, dames en heren, zoals jullie kunnen zien, gaan we beginnen aan deze wedstrijd. We gaan met volle moed beginnen. En we beginnen door met. Ja, dames en heren, jullie horen dat goed. Waarom is Vincent Dick anders bij Eckrington gehad om even Burry in te maken? Dat is natuurlijk omdat hij de held van het voetbalveld is. Maar dit gaat zeker goed komen. Als we zo blijven voetballen, gaan we ooit ooit verder komen. Nou, dames en heren, bij de opbouw zijn we heel goed door de bal al ver uit te trappen. En als wij eenmaal straks, zoals u nu gaat zien, de bal veroverd hebben, trappen we hem gewoon vol over de zijlijn. Kijk, zo doen we dat. En dan nog dit. Je hebt kansen missen. En je hebt kansen missen. Dit is een kans missen. Nou, Humberto, welke kans heb je het over? Bedoel je nou deze kans voorgeven? Ah, ja, oké, okay, Humberto. Ik geef jou gelijk. Vincent, ik, waarom doe je dit? Ik praat gewoon over mezelf. Hoe. <laughs> dat... Praat heel raar, maar dames en heren, kijk eens goed naar deze overtreding. Mijn speler is geblesseerd, houdt in dat ik moet wisselen. En wat moeten wij doen? De bal terugspelen met een scheidsrechterbal. bal. Wie heeft dit in Godo's naam verzonnen? Hoe kan dit? Maar, hier, eenmaal aan de bal. Eén man voorbij, twee man voorbij. Willen we de bal voorgeven en... BAM! Komt gewoon een tank vol erin raggen. Beukt ons aan de kant en ja... Trappen we de bal gewoon weer net zo hard weer terug. En is het tijd voor de... Ja, dames en heren. Jullie zien het al. Rust. Huh. Eenmaal in de rust. Gaan we verder. Tweede helft. En... Ah, mis. Potverdorie. Ik kan die tegenstander toch nog wel even flinke kansen sneken bij. En... Ja, dames en heren, een corner gaat hier ook nog uitkomen. Maar zoals gewoonlijk gaat die corner natuurlijk mis. Raak maar het scheelt niet veel. Als hij had gezeten, dan was het raak. Maar Vincent Dik geeft een voorzet. Ah! Uh, ja. Wat moeten we hier nou van zeggen? Kijk eens, perfecte voorzet, maar er wordt gewoon hoog overgekopt. Hier kunnen we toch niks tegen doen? oké. Okay. Paas die bal maar naar voren. Geef die bal keurig aan Vincent Dik. Die paast hem af op een teamgenoot. En die doet er weer drie keer niks mee. De bal gaat weer door. De bal gaat naar voren. Vincent Dik geeft de steekbal. En er wordt geschoten. En... Weer mis. Hoe in godes naam kan ik ooit met zo'n team winnen als ik in mijn eentje speel? Hier kan ik toch niks tegen doen. Hier. Hoe moeten we dit gewoon winnen? We moeten dit winnen. We horen dit winnen, want het is de cup. Dus we gaan natuurlijk de wedstrijd hervatten en gaan een verlenging in. Eenmaal een paar minuten begonnen aan de verlenging, krijgt Vincent Dick hier keurig de bal. Die past die natuurlijk gewoon weer zoals netjes altijd naar een tegenstander. De bal gaat naar de zijkant, wordt voorgespeeld en. Ja. Oh, nou, heerlijk schot, jongen. Ik kan het zelf niet beter. Vincent Dick staat hier buitenspel, maar. Kramp. Hoe de hel kan hij kramp krijgen? Ik snap dat je wat langer speelt als normaal. Maar je kan toch geen kramp zo extreem kramp krijgen. Nou, maakt ook niet uit. We gaan verder. Want die bal moet je toch eigenlijk wel een keer de goal in. Geef die bal naar nou maar voor. Want BAM! Ja hoor, dames en heren. De goal is weer mede mogelijk gemaakt door de enige echte. Nou, u raadt het al. Naam, hoef ik gewoon niet te noemen. Want ja, hij zat er gewoon weer keurig in. Nou, hup. doorspelen die handel. Doorspelen met die bal. Pas hem af. En oh. Ja, één op één. Ja, ho, oh, oh, ja. Schiet, schiet. En... Wat een oelewappen, die jongen. Hoe kan je zo erg missen? Ik snap dit niet. Ik snap dit niet. Nou, huppatee. Bal aannemen. En gewoon weer aan met die banaan. Rennen, jongen. Rennen. En. Scheids. Dit is een doorgebroken speler. Dit is rood. Dit is gewoon duidelijk rood. En dan gaan we nog een keer één op één met de keeper. En ja, die gaat er ook niet echt bepaald lekker in. Nou, dames en heren, keurig winst. 1-0. Maar ja, zoals je kan zien had dit wel veel meer kunnen zijn. Ik ga toch even mijn vriend Philip Cocu vragen, want ja... 90 minuten lang eigenlijk de betere ploeg, omdat het maar 1-0 is geworden. Ja, zeker. Dat was eigenlijk wel teleurstellend. Dat we uh, zeker aan het einde van de wedstrijd uh, hadden we de uitslag misschien schoten kunnen maken. Nou, dankjewel, Cocu. Ik ben blij dat jij de mening met me deelt. Daarom ga ik deze match als het hele team besturen. En jij weet hoe ons team begint voordat ze gaan spelen. Ja, oké, okay, genoeg. Dat Samson en Gert zijn al we een keer zat. Huppatee, doorgaan met de wedstrijd. Dan krijgen we hier natuurlijk de eerste kans. Die wordt doorgespeeld en die wordt weer misgeschoten. Nou, dan gaan we opbouwen. Dan willen we de langs en worden we. Aangevallen? Ja, goed zo, schijt. Goed zo, pak een kaart, pak een kaart, want er ben je van plan. Hoezo geef je een waarschuwing hiervoor? Hoezo geef je een waarschuwing hiervoor? Nou, dames en heren, dan gaan we verder met het opbouwen. Geven we de bal voor en natuurlijk, wie is daar weer? Nou, je raadt het al. Vincent Dick, die kopt gewoon net zo lekker als Ruud Gullet of Klaas-Jan Huntelaar, want dit zijn gewoon geweldige goals. Nou, dan gaan we nog een beetje door en willen we verder gaan. Pakken we hier de bal af. En er gebeurt niks. Maar je raadt het al: in de klungel komt hij hier door een cut goal. Ja, één kans. Hij heeft geen één kans gehad. Dit is de enigste kans. En hij scoort gewoon. En de enige bal die op goal was, die valt erin. Dan zou ik als trainer heel dankbaar zijn. Met mijn mond houden. Nou, van ik ben blij dat je het eens bent met mijn mening. Want ik zei precies hetzelfde wat jij net ook zei. Maar van stel voor hè. Wij gaan volgende wedstrijd in de laatste minuut scoren. Hoe ga jij dan om met jouw emotie? Die gaat juichen langs de lijn. juichen langs de lijn. Oké, okay, nou, oké. Okay. Ik weet wel dat jij zal juichen. De volgende keer ga jij maar lekker juichen, jui, 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 Juichen langs de lijn. Topper. Nou, dames en heren, we gaan verder met de volgende wedstrijd. Ik dacht, ik ga dit keer maar gewoon alleen spelen. Ik ga lekker heel egoïstisch doen. En ik probeer natuurlijk zomaar allemaal op de kant te schieten. Mispot verdorie. Nou, dit is dus totaal echt. Fietsbel. Maar we krijgen een corner. Geef die bal maar voor. Want je zal nooit verwachten wie erin komt. Tuurlijk, het kan er maar weer één zijn. Dames en heren, dit brengt mij terug naar een heel mooi oud moment. Ja, 1988 is dit moment wat ik net ook al zei. Maar ik zei het jaar er al niet bij. Maar dit is gullet. Let eens goed op hoe hij deze kopbal er gewoon inmaait. Dat is ongelooflijk. Met een kracht hier in de herhaling. BAM! Nou, zo voel ik mij soms ook als ik die kopbal er even in Jens voor het team. Kijk even naar het trekje van de grens. <laughs> Mocht je het niet gezien hebben, dan moet je even terugkijken. We beuken regelmatig tegen mijn kop. Hoppaté, hebben we nu ook al twee keer weer gehad. En echt waar. Hoe in godes naam kan ik dit team gekozen hebben om hierin te beginnen? Maar ik mag hopen dat aan het einde van de carrière ik weer een kopbal erin heb, waardoor we met 2-0 voor staan. En waardoor ik mag hopen dat ik volgend seizoen doorvertrek naar een Chelsea of een Barcelona of een Real Madrid. We missen kans na kans, of althans ik. Ik hoop dat ik stukken beter ben. Nog een kans. En ja. Trap die bal maar even lekker over de zijlijn, heen vriend. Dank u wel. Daar zijn we hartstikke blij mee, natuurlijk. En als we nog niet genoeg kansen hebben, hebben we hier er nog één. En ja! Hoppatee! 3-0 een hat-trick. Dat is mijn allereerste hat-trick. ga ik straks ook heel veel achievements voor krijgen. Maar mensen, beetje bij beetje, naderen we toch het einde van deze wedstrijd. En daar hebben we nog een corner. En die heeft die klem vast. Nou, toppie. Dan hebben we hier nog een keer de bal. Gaat hij hem voorgeven? Ja, dat gaat hij doen, denk ik. Geef hem maar voor. Ge 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 ja, nou, oké. Okay. Dit mag dan toch wel een missetje zijn. En dan krijgen we nog een keer de kans. En die is ook weer mis. Nou, dan is hij een beetje aan het struikelen over zijn benen heen. Is de bal uit? Gaat de scheidsrechter het einde van de wedstrijd, dames en heren? We hebben 3-0 weten. Te winnen in de laatste wedstrijd. Nou, ik ben toch zeer tevreden over deze wedstrijd van deze dagen. Super, toppie, joppie. En dan moet je kijken hoeveel dingen ik vrij speel. Een balbeheersing. Dan heb ik nog strafschoppen. Ah, nou, er komt nog eentje. Hoppatee. Positiespel aanval. Want ja, we waren natuurlijk weer de man van de wedstrijd. We hebben wat extra visie. Omdat we man van de wedstrijd vol is. Omdat we man van de wedstrijd zijn. Nou, kijk eens. Grote schieten en een nieuwe vreugdedansie. Nou, Jotem, Jotem. Afmaken dat hebben we natuurlijk extra erbij. Korte passen En als dat nog niet genoeg is, gaan we weer terug naar het menu-scherm. Mensen. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor het kijken naar deze nieuwe FIFA Carrière Modus deel 2. Vond je dit leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, Dit Streams. Mocht je dat allemaal gedaan hebben, zijn jullie allemaal awesome bazen. En als jullie vinden dat ik vaker van dit soort afleveringen bedoel en 10 minuten lang, laat het dan even achter in de reactie. En deel het natuurlijk met je vrienden. Zeg tegen jullie tot de volgende keer. En zoals gewoonlijk zeg ik altijd: ciao! Yo!